Vandaag starten de Nationale Voorleesweken en we starten natuurlijk altijd met een ontbijt waar we zo ook lekker gaan voorlezen. Het boek van dit jaar is Maximiliaan Modderman viert een feestje. Ja. Het wordt een wild feest en een vies feest, dus let op allemaal. Ik wil even vertellen over de Nationale Voorleesdagen. Het is een campagne die elk jaar is om ouders bewust te maken dat voorlezen super belangrijk is. Dat je zo jong mogelijk moet beginnen om de kinderen gewoon een voorsprong te geven. Als je voorleest van jongs af aan, dan hebben de kinderen zo 3.000-4.000 woorden meer als ze aan school beginnen. De bibliotheek is daar natuurlijk de perfecte plek voor om met boeken in aanraking te komen. En we hebben nu iets extra speciaals. We hebben vanaf vandaag twee echte luisterpots. Want niet voor iedereen is lezen even makkelijk. Daarom staan we nu hier op het makkelijk lezenplein. Er staan allemaal boekjes die een beetje aangepast zijn. Zodat ook voor als je dyslexie hebt of op een andere manier lezen moeilijk vindt, kan je hier ook boekjes lenen. Maar luisterboeken horen daar ook bij. Want met luisterboeken kan iedereen helemaal opgaan in een verhaal. Of je lezen nou makkelijk vindt of moeilijk vindt. Of nog helemaal niet kan lezen. En daarom hebben wij deze twee hele speciale luisterpot. Even inderdaad een korte introductie waarom we deze pots nu hier hebben staan. Want we zijn hier dus inderdaad ook bijeen om meteen een hele vernieuwde jeugdvloer te openen. Waaronder deze twee pots. En ongeveer, nou ja, nog niet een jaar geleden, maar vorig jaar zomer zaten wij op kantoor te werken. En toen kwam Giovanno, weten we nu, bij ons binnenlopen op kantoor. Daar staat hij. Ja, en wij zaten hard te werken en hij kwam binnen met een vraag. Hij zocht een boek over de Boekenbergen. Hij wilde echt een boek over het gebouw met plaatjes. En toen kwamen we een beetje met elkaar in gesprek. En toen gaf hij aan dat hij iets miste. Want hij vindt het gewoon heel fijn om lekker in een hoekje te kruipen en een luisterboek te luisteren. Hè, een beetje de rust op te zoeken. En toen zeiden wij, ja, dat is een supergoed idee. Dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet. Toen kwam er dus een soort wedstrijd waarin we een idee mochten indienen om de jeugdvloer levendiger te maken. En het thema was laat verhalen leven. Nou ja, wij dachten, hoe kun je verhalen laten leven? Door een luisterboek. Dan komen ze tot leven. Je prikkelt de kinderen daarmee, je prikkelt de collectie. Ja, supergoed. Nou, wat een ongelooflijk mooi moment dan. Dat we al deze mooie dingen gedaan hebben. Dat heb jij heel goed bedacht. Dat je dit voor elkaar hebt gekregen. Want dan ben jij dan toch eigenlijk degene die daar eigenlijk helemaal aan de vooravond aan het begin heeft gestaan om deze mooie plek. Dit hoekje eigenlijk in deze fantastische bibliotheek, want dat vind je mooi, denk ik. Ja, weet ik. Ja, ik vind het ook gewoon een heel mooi gebouw en een fijn gebouw waar ook gewoon als het gratis is. En ja, kinderen mogen niet werken, als we weten we natuurlijk allemaal in Nederland. Ja, en de bibliotheek is de enige plek waar je gratis gewoon naartoe kan gaan. En ja, dat wil ik gewoon doen. En luisterboeken zijn ook gewoon een beetje geschikt voor die tijd zo. Ja. Dus je bent wel bij? Ja. Nou, heel goed. Nou, het is supergoed gezegd. Ja. En ik wil ook alle ouders en alle kinderen natuurlijk ook blijf gebruik maken van deze fantastische bibliotheek. Het is heel belangrijk dat we met elkaar leren lezen, maar ook luisteren naar leesboeken. Het kan allemaal en dat gebeurt allemaal in de bibliotheek. Dus het is altijd voor mij een enorme eer, en zeker omdat dan met jou. Dat zo te mogen. 3, 2, 1. Hey! Ja, knippen! Nee, want ik heb gel in mijn haar. Oh, ik heb nu mijn nek zo. Ja, staat top, oké. Gaat ie goed? Ja.